Kijkers van Tizzy Games, dit is een nieuwe aflevering en wij gaan vandaag weer eens lekker pretpark bouwen doen. Wat zei je, Tuur? We gaan vandaag pretpark bouwen doen. Wat? Pretpark bouwen doen. Mayo! Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn terug in de magische wereld van de pretpark bouwen. Voor de mensen die niet weten, want het is een hele lange tijd geleden wat deze serie inhoudt. Zoals jullie zien, we zijn een pretpark aan het bouwen. Dit is mijn broertje Tuur. Hallo Tuur. Hoi. En dames en heren, doe natuurlijk een vaste duimpje omhoog. Hopelijk kunnen we de 2000 likes halen op een nieuwe aflevering. Sorry dat het zo lang heeft geduurd. Ik zie daar een nether portal. Laten we dat maar even weg gaan halen. Dus Tuur, wat gaan we deze aflevering doen? Ik weet het niet. Ik weet het wel, want ik heb het jou net verteld. Nee. We gaan een eetkraam maken, dames en heren. Of in ieder geval, we gaan een restaurant maken. Zoals jullie zien, even een kleine overvlucht over het pretpark voor de mensen die nog niet bekend zijn met deze serie. Hier hebben we een grote waterglijbaan. Die gaat dan naar beneden. Die gaat onder de achtbaan door, zoals jullie zien. Die achtbaan is hier ook al. En die begint daarvoor. En dan ga je zo omhoog. En dan ga je zo. Zo. En daar is een doolhof. Dit is de freefall. Daar kunnen we wel even vanaf gaan eigenlijk. Kijken, hoppakee, zo. Nou, in ieder geval, ja, daar staat een paard in de stal, ja, een paard in het doolhof, of zo. En dit is de ingang, waar je een kaartje kan kopen en dingen, dat, ja, bij een pretpark hoor je natuurlijk kaartjes te kopen. En dat kan hier, even kijken, tickets, is gewoon €1 en dan ben je binnen, gewoon mooi. En het reuzenrad, ik ben iets verder gegaan, daar zitten nou iets meer karretjes aan. Maar het is nog lang niet af, ja het is nog lang, het is bijna af, denk ik. Het reuzenrad ziet er nice uit, en de monorail, en hier nog een glazen doolhof. En daar komt uiteindelijk in die vulkaan een dark ride achtbaan, dus helemaal in het donker. Dus wat we gaan doen, we gaan het pad zo omhoog trekken en dan komt hier ergens een restaurant. En ook kan jij op het einde hier nog een beetje aan verder bouwen aan dit huisje. Kijk eens aan, en heb je er weer een beetje zin in, Tuur? Heb je er weer een beetje de moed voor om door te gaan met deze serie? Ja, het is eigenlijk gewoon een klassieker van Tizzy Games, pretpark bouwen met Tuur. Alleen, ja, er zijn natuurlijk sinds de vorige keer heel veel mensen bijgekomen en een tunnelje maken is bijna onmogelijk. Maar er zijn zoveel abonnees bijgekomen. Dus ja, welkom bij de serie als dit de eerste keer is dat je dit kijkt. Even kijken. Zo, dan trekken we dat paadje een beetje door hier zo. En jullie kunnen in de reacties natuurlijk achterlaten wat wij moeten bouwen in dit pretpark. Dat kan van alles zijn. Dus ben je ooit al eens naar een pretpark geweest en denk je van, oh, hey, dat lijkt me wel vet als hun dat gaan bouwen. Dan kan dat misschien zomaar wel eens gaan gebeuren natuurlijk. Ja. Dat kan gewoon. Dat kan allemaal. Dat mag allemaal. Oké, dus we hebben nou dit. We hebben nou een mooi trappetje. Ja, ik weet niet. Zo misschien daar nog een blokje. Het ziet er redelijk uit, denk ik. Oké, dus. Als we het paadje nog een beetje doortrekken. Sowieso moet het pad ook hier naartoe. Aangezien dit natuurlijk de monorail is. Ga eens weg, boom. Dan maken we even een paadje van het hoofdpad naar de monorail. De monorail is nog niet af, maar dat is zo'n project wat heel lang duurt om zo'n rails door hele dingen heen te krijgen. Volgens mij was het mijn bedoeling om hier ook weer een station te maken, dat weet ik niet zeker. Maar volgens mij komt hier ook weer een station en dan komt uiteindelijk daar een station op de berg. En daar komt een station en dan is hij hier rond, denk ik. Even kijken, oké. Dan vind ik dit wel een goed plekje. Een goede plekje. Yeah, right. Goed Nederlands, Ties. Even kijken. Dus dan halen we deze boom nog even weg. Doei, boom. Dag. Nou, dan hebben we nu een beetje een plekje waar we onze... ja, wat zal het zijn? Hamburger, snacks, drinken. Ik denk gewoon alles door elkaar heen. Gewoon een klein restaurantje. Dus laten we eerst maar een terras maken, denk ik. Dat gaan we doen van... cobblestone met stone bricks. Van jouw huisje kunnen we in principe wel gewoon kijken. Wacht, je hebt een heel mooi uitzicht vanaf jouw huisje. Ja, dat valt ook wel weer mee. Maar ik bedoel, je kan toch wel een beetje mooi neerkijken op het hele gebeuren hier. Dit ziet er natuurlijk niet zo heel mooi uit. Dus dit gaan we gelijk ook even opvullen. Dat je hier een mooi muurtje hebt. Zo. Het ziet er wel grappig uit, hè? Ja, dat kan wel. Oké, dus dan hebben we dit. Dan kan dat hier ook wel, denk ik. Oh nee, het gaat regenen. Oh, oh, oh. Het regent wel vaak in Minecraft, hè? Zo, daar gaan we later nog wel even mee verder met dit. Maar goed, we gaan het even uitzetten. Het terras is nog een beetje klein, vind ik. Dus dat kan ook wel iets groter. Zo, ja, dat is wel groot genoeg, denk ik. Ja. Oké, zo. Nou, dan hebben we een klein terrasje. Dan gaan we nu een barretje maken. Dan halen we eerst deze boom even weg. Zo, die boom is weg. Even kijken, dan pakken we even wat water erbij. En dan vraag je vanzelf, Ties, waarom pak je water nou hierom? Hallo? Water, dat is niet de bedoeling. Water! Fuck it. Dan halen we het gras wel zo weg. Die bomen toch, die staan overal in de weg.
Laten we eens even gaan kijken. Wacht, misschien is het ook wel leuk als we bij deze... In dit terras hier en daar nog eventjes zo'n stone brick doen. Beetje mos. Is dat leuk, denk je? Ja. Oké, dan gaan we hier nou een mooi barretje maken. Dan proberen we een klein barretje. Niet al te groot. Want het wordt natuurlijk niet het hoofdrestaurant. Je ziet altijd wel in pretparken dat ze een groot main restaurant hebben. En daar tussenin liggen allemaal kleine barretjes. Maar dit is gewoon, aangezien je nergens gewoon nu nog eten of drinken kan krijgen, wordt dit het eerste kleine barretje waar ze dat kunnen nuttigen. En uiteindelijk heb je hier een heel mooi... Wat veel paarden. Kijk, waar lijkt dit ding op? De piepelgrapjes, oh wat leuk. Hoe gaan we dit doen? Zo. Ja. En het wordt alweer nacht. Jezus, het gaat de tijd snel. Maar wij gaan niet door tot de nacht. Wij hebben het gewoon weer dag gemaakt. Zo zijn we wel. Even kijken. Oké, dan hebben we nu een beetje de basis. Laten we eventjes een vloertje erin leggen nu. Een houten vloer of wat zullen we doen? Ga ik ook een beetje een sfeertje geven. Hout met hout. Ja, hout met hout geven een mooi sfeertje. Oké, dan maken we hier nou het barretje. Zo, dan is dit de bar. Dan doen we hier zoiets. Ik weet niet, kan dat? Ja, dat kan wel. Oké, dan komen hier allemaal van die bordjes wat je kan kopen hierop. Oké, dus wat kunnen ze kopen? Een cola. Is hoeveel euro? 1,50 euro. Oké, een Fantaatje. Is ook 1,50 euro. Koffie. 1,75 euro. Wat voor drankje kunnen we nog meer doen? Bier. Bier is 2 euro. Oké, dus dan zijn dat de drankjes. Dan komt hier tosti. Hoe duur zal een tosti zijn? 2,50 euro. Wat kan nog meer? Een hotdog. Lekker. Is ook 2,50 euro. Vis. Pasta. Even kijken. Nee, pasta. Dat is niet echt voor in een pretpark. Dit is alles wat ze hier kunnen kopen. Ik vind het wel goed zo. Dat ze het maar bekijken met een kutfriet. Kunnen ze wel in het grote restaurant kopen friet. Ja. Een iron deur, zodat mensen er niet zomaar in kunnen. Er moet dan ook een button plaatsen. En een pressure plate. Dat gaan we nu doen. Een button. Gewoon aan één kant. Oké, dan doen we hier een paar furnissen. Natuurlijk wel kunnen koken, zo. Ik vind dat trouwens twee wel genoeg. Dan heb je ook zo'n ketel. Hier natuurlijk een jukebox voor de muziek. Dat kan natuurlijk. Hier, we hebben ook dit. Dat is een wasbak. Wacht, ik heb nog wel iets anders. Ik ben de naam even vergeten, daar kan je wel water in doen. Wacht, volgens mij is het iets van een cauldron, ja. Hoppakee. Dat is misschien wat mooier. Zo! Dat bedoelde je zeker. Ja, maar ik weet wel dat een beetje op een bakplaat lijkt. Waar je zo'n ant mee maakt. Ant? Ja. Oh ja, ant. Dit? Ja. 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 Ja, kan wel. En dan hebben we daar nog iets voor, trapdoors, om het een beetje, ja, toch ietsjes mooier te laten lijken. Nee. Ja, dat kan wel, dat kan wel. En dan moet je natuurlijk ook een afzuigkap hebben. Zo. En dan moet je natuurlijk ook nog een schoorsteen hebben. Zo. Nou, nah, fuck de schoorsteen. Oké, en dan hier in de hoek. Ja, ik heb in de hoek niks. Daar kunnen we net zo goed de jukebox doen. Nou, ik weet niet. Nee. Oké, en op het terras heb je natuurlijk ook muziek nodig. Dus daar heb je een noodblok voor. Dat is voor de muziek. Oké, nou dan hebben we nu dit. Dus ze kunnen nou eigenlijk al komen eten. Er is nog geen terras. Maar eerst een dak. We kunnen dat van hooi doen. Hey. Dat zie je wel eens bij zo'n houten hutjes, hè. Oké. Ik vind het wel oké. Voor een lampje op. Nou, dit is onze bar. Dat moeten we natuurlijk ook nog aangeven. Bar. De... Hoe zullen we hem noemen? Bar de frietloos. Hij is frietloos. Oké, nice. Nou, dan hebben we nu dit. Dus het barretje is af. Alleen nu nog een terrasje. Maar dit ziet er tot nu toe best wel mooi uit, toch? Ja, goed. Kijk, een lamp. Oké, dan gaan we nu nog eventjes een paar stoeltjes en zo.
Nee, één van die moet weg. Nee. Zo, anders kunnen ze dan niet in. Nee, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Dan item frame. Wat we hiermee gaan doen, is de stoelen leuningen geven. Zie je, nu hebben ze leuningen. Oké, dan doen we dat hier ook. Ze kunnen eigenlijk bij wijze van kunnen ze gewoon eventjes de stoel naar achter schuiven. Dan heb je het. Oké, nu hebben we dit. En dan doen we nu nog eventjes een klein parasolletje maken. Dit zijn de parasolen. Ja. Nee. Doe je dat oh, wow, dit is misschien ook wel leuk. Een banner. Een banner? Ik weet niet wat we ermee kunnen, maar... Zo. Zo. Oh, de parasolen zijn ingeklapt. Ja, dit ziet er cool uit, joh. Toch? Ja. Ik vind het echt cool uitzien. Ingeklapte parasolen. Toch? Ja, nice. Oké, dames en heren, jongens en meisjes. Nog eventjes een beetje bekleden. En dan zijn we hiermee klaar, denk ik. Oh, trouwens, we hebben nog geen wc's en dingen, hè? Nee. Dus we moeten ook nog wc's uiteindelijk. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik vind hem pittig mooi. Je kan er van alles kopen. Je kan er lekkere cola kopen als je daar zin in hebt. Als je net uit de achtbaan komt en je zegt van... Oeh, ik kan wel een colaatje hebben van de buikpijn. Want cola helpt tegen buikpijn, zeggen ze wel. Wacht, misschien hier nog van gravel een paadje dat zo gaat. Ja, dat is wel goed. Dames en heren, jongens en meisjes, doe natuurlijk nog eventjes dat duimpje omhoog. Hopelijk kunnen we de 2000 likes halen. En Tuur, heb je nog wat toe te voegen? Nee. Nou, dan zeggen we allemaal tot de volgende keer. Later. Abonneer nog even. En zoals Tuur al zei... Later.